Petra Lazeur, een monument in de Nederlandse theaterwereld, deelt haar diep persoonlijke verhaal in de gloednieuwe podcast Langs als ze leven. Op 84-jarige leeftijd staat ze voor een onverbiddelijke uitdaging. Ze heeft ervoor gekozen om geen medische behandeling te ondergaan voor wat ze beschrijft als iets niet herstelbaars. Haar beslissing om de medische molen te verlaten en te kiezen voor kwaliteit van leven boven ingrijpende behandelingen, komt voort uit een diepgaand begrip van haar eigen welzijn. In een ontroerend gesprek onthult ze haar motivatie en overwegingen, die diep geworteld zijn in haar levenservaring en filosofie. Als dochter van de legendarische Mary Dresselhuis en Kees Lazeur heeft Petra een erfenis van toewijding aan het toneel en een onmiskenbaar talent dat door de jaren heen schitterde op de podia van prestigieuze gezelschappen zoals de Nederlandse Comedie en toneelgroep Amsterdam. Haar indrukwekkende carrière is bezaaid met hoogtepunten. Waaronder de bekroningen met de prestigieuze Theo Deoorprijs voor haar fenomenale vertolkingen in stukken als Hedda, Gabler en Groot en Klein. Naast haar theatrale triomfen heeft Lazur ook het televisie- en filmmedium verrijkt met haar aanwezigheid, van gedenkwaardige rollen in series als Dossier verhulst tot haar meeslepende optreden als koningin Wilhelmina in de sensationele musical Soldaat van Oranje. Maar nu. Te midden van de reflectie op een leven gevuld met artistieke triomfen en persoonlijke groei, staat Petra Lazeur voor een nieuw soort podium, een waar ze haar eigen einde onder ogen ziet. Met een onvergelijkbare moed en helderheid van geest deelt ze haar beslissing om het middel X in huis te hebben, waarmee ze zelf haar afscheid kan regisseren wanneer ze vindt dat haar reis voltooid is. In haar openhartige gesprek benadrukt Lazeur de kostbare eenvoud van het leven en haar dankbaarheid voor de momenten die ze nog hoopt te ervaren, het huwelijk van haar kleinzoon. De verjaardag van haar zoon. Haar verhaal is een eerbetoon aan de kracht van keuzevrijheid en de diepe connectie tussen leven en kunst. Petra Lazeur, een ware grande dame van het Nederlandse Theater, laat een blijvende indruk achter, niet alleen door haar ongeëvenaarde talent op het podium, maar ook door haar moedige en authentieke aanpak van het leven zelf. Haar verhaal zal blijven resoneren als een testament van menselijke veerkracht en de kracht van zelfbeschikking.